Dit is Koinonia Bijbelstudie. Maar ik wil maar één ding. Kom, Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw uw kerk. Dat soort dingen, als ze dan zeggen, het zit tussen je oren, kom ze wel murgen. En hoe gaaf is het ook om bovennatuurlijk gebruikt te worden? De onzin die er omheen verteld wordt door zogenaamde deskundigen, dat vind ik schandalig. Ik heb een hele duidelijke visie dat God een groot werk doet in ons land. Sowieso, en wat veel mensen niet verwachten, maar wat wel gaat gebeuren, is dat het atheïsme in Nederland gaat vallen. Als Gods geest ergens is, daar dynamiek is, daar leven is, alles groen, alles spreidt uit, het leeft, het bouwt, er is energie, er is energie van God. John MacArthur schrijft: het derde lid van de drie-eenheid is een gevaar voor iedereen die hem vreemd vuur zou willen aanbieden. Natuurlijk zou je dat niet zien aan de manier waarop de Heilige Geest wordt behandeld bij duizenden belijdende christenen vandaag de dag. Aan de ene kant zijn er enkele evangelicalen schuldig aan het verwaarlozen van de Heilige Geest. Voor hen, hij is het vergeten lid van de Triniteit geworden. Zij proberen de kerk te laten groeien door hun eigen slimheid, meer dan door zijn macht. Om populair te zijn, leggen ze geen nadruk meer op de persoonlijke heiligheid en de heiligende kracht van de Heilige Geest. Zij beweren dat Bijbelse prediking, waarin het zwaard van de Geest wordt gebruikt, met zorg en nauwkeurigheid tot de verleden tijd behoort. In plaats daarvan geven zij entertainment, lege platitudes, of ze verheffen de onzekerheid en het ongeloof tot de hoogste waarde. Daarbij vervangen ze de autoriteit van de schrift, die door de Heilige Geest geïnspireerd is, met goedkope en machteloze substituten. Einde citaat. Je zou kunnen denken dat John MacArthur nu gaat aandringen op een charismatische benadering van kerk en Bijbel. Het tegendeel is waar. Het citaat vervolgt als volgt. Aan de andere kant, de moderne charismatische beweging en de Pinksterbeweging hebben de slinger naar het tegenoverliggende extreem geduwd. Ze hebben een ongezonde obsessie met de veronderstelde manifestaties van de macht van de Heilige Geest bevordert. Charismatici spreken zonder oponthouden over verschijnselen, emoties en de laatste sensaties. Ze hebben relatief weinig en soms helemaal niets te zeggen over Christus, zijn verzoenend werk of de historische feiten van het evangelie. Deze charismatische fixatie met het veronderstelde werk van de Heilige Geest is een valse eer. Zoals Jezus gezegd heeft: als de trooster komen zal, die ik tot u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid die uit de Vader uitgaat, zal hij van mij getuigen. Dat wil zeggen, als de Heilige Geest het centrale aandachtspunt wordt van de boodschap van de kerk, wordt het ware werk van de Heilige Geest
ondermijnt. Maar ik wil maar één ding. Kom, Heilige Geest, verniel mijn leven, verniel uw kerk. Aan het woord is Hans Maat, voorzitter van het Evangelisch Werkgezelschap in de Protestantse Kerk van Nederland. Zijn oproep tot meer aandacht voor het werk van de Heilige Geest leidde tot de There is More-conferenties, waarvan er eentje zal plaatsvinden, ook dit jaar nog in oktober. Hans Maat is de voorman geworden van een hele beweging, waarin vooral de belofte opvalt dat de huidige protestantse en katholieke kerken een enorme vernieuwing zullen meemaken. Een vernieuwing die werkelijk van zulke grote betekenis is, dat we bijna van een tweede reformatie kunnen spreken. Is dat het atheïsme in Nederland gaat vallen, hoe sterk het ook lijkt soms, maar nog veel belangrijker is dat de kerk van Jezus Christus in Nederland, alle drie stromingen gaan een geweldige vernieuwing doormaken. En ieder op zijn eigen manier. Naambordjes zullen misschien hetzelfde blijven, maar de mensen in die kerken zullen echt duidelijke, zichtbare kinderen van God worden. Die pretentie gaat gepaard met aanduidingen dat een charismatische weg van de kerk of meer in overeenstemming zou kunnen zijn met het Bijbelse voorschrift. We lezen in 1 Thessalonicense 1 vers 5, omdat onze evangeliepredikering niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Dat wordt niet gelezen als een aanduiding van de wijze waarop historisch het evangeliewoord bij Paulus geklonken heeft in Thessaloniki. Het wordt gezien als een opdracht aan de kerk van nu. Maar als het gaat om het protestantisme, dan denk ik vooral aan het meer van de geest. Een combinatie van woord en geest is uiteindelijk wat we nodig hebben om Jezus Christus zichtbaar te maken aan de wereld. Ja, het is prachtig. Net als staat in 1 Thessalonicense 1, 5. Want ons evangelie is niet alleen met woord tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Ja. Wat zegt dat jou? Nou, dat zegt eigenlijk wat ik net zei. Dat Paulus zijn modus operandi was dat hij altijd het woord verkondigde met betoon van kracht. Het is niet het een of het ander, het is allebei. En als we alleen al dat principe met z'n allen weten te omarmen, dan zal er echt iets gebeuren. Dan verdwijnt ook de onnodige scheiding. En dan kan God op een machtige manier door zijn kerk hier in Nederland gaan werken. En kunnen wij als volk tot ons doel komen, namelijk dat we een zendingsnatie zijn om de wereld te bereiken met evangelie. De boodschap is dus duidelijk. Als we ruimte laten voor het werk van de geest, dan zal de kerk zich vernieuwen, maar dan zal ook het Nederlandse volk zich vernieuwen en zendingsnatie worden en het atheïsme zal verdwijnen. Het ligt uiteindelijk allemaal aan ons, want de Heilige Geest staat klaar om dat werk ook te gaan volbrengen. Dit is wat Vreugdehil ervan te zeggen heeft. Dat vind ik een prachtige tekst, niet alleen met woorden. We zijn vandaag gewend om heel veel te praten. Maar het gaat erom dat de mensen zien dat Jezus de levende Heer is. Dat de krachten van zijn koninkrijk zichtbaar worden. En dat ze tot geloof komen en dat ze ontdekken, wauw, dit is echt de moeite waard. En dat werkt de Heilige Geest. Daarom is mijn gebed, kom Heilige Geest en vervul uw kerk meer en meer. De Heilige Geest in de kerk gaat dan zelfs ook het atheïsme in Nederland verslaan. Ik heb een hele duidelijke visie dat God een groot werk doet in ons land. Sowieso, en wat veel mensen niet verwachten, maar wat wel gaat gebeuren, is dat het atheïsme in Nederland gaat vallen. En dat gaat blijkbaar vallen doordat de Heilige Geest op allerlei plaatsen, in allerlei kerken, op een krachtige wijze, een spectaculaire wijze, de werken doet die ook beschreven zijn in de Bijbel over de tijd van de apostelen. Er staat in de Bijbel een hele mooie tekst dat we als gelovigen in de kring van de gemeente de krachten van de toekomende eeuw kunnen smaken. En dat is mijn hele sterke verlangen, dat in de kerken, in de gemeenschappen, christelijke gemeenschappen in Nederland, dat we samen iets mogen beleven, samen iets mogen ervaren van die toekomst van God. De kerk is de plek waar Jezus Heer is en dat iets van het koninkrijk van hem, dat hij de koning is, zichtbaar wordt. Jezus die geneest op de dag van
op de dag van vandaag mensen, hij bevrijdt ze, hij brengt ze in het reinen met God, dat we dat samen mogen ervaren, dat de kerk weer tot leven komt. En dat we zien dat we een levende Heer hebben. De tekst waarop nu gedoeld wordt, komt uit Hebreeën 6. Hebreeën 6 vanaf vers 4, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hem betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Het probleem is alleen dat het hier gaat over Joodse gelovigen die aan het eind van de 70e jaren van de eerste eeuw weer dreigde terug te vallen op het moment dat de weerstand van de synagogen tegen Messiaanse Joden ook zo duidelijk werd. Het is heel belangrijk om te zien dat de tijd waar nu over gesproken wordt, ook in de Hebreeënbrief, berust op een verdeling van de tijden van de apostolische tijd en de tijd daarna. Het misverstand daarover kan wel in de hand gewerkt zijn door zelfs de vertaling van het MBG in Hebreeën 2 vers 4 lezen we, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Een veel betere vertaling is het, zoals de Statenvertaling dat heeft, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en medegelij krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want waar gaat het om? Het gaat om het begin van de verkondiging van het evangelie. Indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd? Het gaat dus om de getuigen die het rechtstreeks van de Here gehoord hebben en het vervolgens op betrouwbare wijze hebben overgeleverd. En vers 4 van Hebreeën 2 wil dus zeggen dat bij de overbrenging van dat getuigenis, God heeft meegewerkt door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Het is dus heel nadrukkelijk zo dat de tekenen en de wonderen horen bij de tijd van de apostelen en daar hun functie hebben vervuld. Als je charismatisch hier mag geloven, worden de tekenen en wonderen van de eerste eeuw in onze tijd gemeenplaats. Ze worden vanzelfsprekend, mits wij tenminste dat werk van de Heilige Geest mogelijk maken en toelaten. Ik mag ook via het Evangelisch Werkverband een cursus geven en Levend in Christus. Daar gaat het ook vooral over het luisteren naar Gods stem, het afgestemd zijn op Hem en ook in het voetspoor van Jezus te gaan en echt te leren ontdekken dat hij de dingen die nodig zijn voor genezing, dat hij die echt wil geven. Dat is ook een bijzonder kenmerk van de charismatische beweging. God wil de genezing. Dat staat vast. Dus zal het ook gebeuren. Het enige wat nodig is, is opnieuw dat wij ons daarvoor openstellen. Genezing kan dan zelfs normaal worden. De gave van genezing wordt overal uitgedeeld. Er zijn mensen die die gave hebben en op wiens gebed mensen genezen worden. En dat kun je zelfs oefenen. Daar zijn zelfs leerscholen voor. Een voorbeeld wordt hier gegeven. Een aantal weken geleden kwam er een vrouw die ook echt heel erg last had van brandend maagzuur elke dag en nacht. En zij vertelde dat haar man wonderbaarlijk genezen was in een genezingsdienst bij Jan Zijlstra. En zij zelf was juist eigenlijk nooit voor gebed geweest, voor haar genezing en voor haar klachten. Maar
Zij had haar focus helemaal gericht op artsen en op de operatie die zij zou kunnen krijgen om het maagzuur te verminderen. Terwijl ik, toen ik haar vroeg van, nou, gelooft u dan niet dat Jezus op zo'nzelfde manier u ook kan genezen? Toen zei ze, nou, dat heb ik voor mezelf eigenlijk nooit zo bij nagedacht. Ik zei, vindt u het goed als ik voor u ga bidden? Gewoon in de onderzoekkamer waar we zaten. En ze zei, ja, natuurlijk wil ik dat. Dus ik mocht haar de handen opleggen en een gebed voor haar uitspreken. En ze was zo vervuld met blijdschap en wist zelf al helemaal zeker dat ze iets nieuws had ontvangen van God waarmee zij verder kon. En ze zei, ik ga eerst tijd nemen om gewoon dit ook aan te kijken, welke resultaten het heeft. Eerst kijken wat voor resultaten het heeft. Dat klinkt nou niet direct als een grote genezing. Mevrouw heeft hoop gekregen. Ze heeft immers al meegemaakt dat haar man is genezen door bemiddeling van Jan Zijlstra. Maar het klinkt niet alsof hier sprake is van een genezing. Zeker niet van een volledige. De resultaten moeten nog even worden afgewacht. De methode van gebedsgenezing is eigenlijk van een bepaald vast patroon. Geloof je in de belofte dat God jou genezen wil? Ja, is dan het antwoord. Geloof je dat God dat hier en nu wil doen? Ja, is het hoopvolle antwoord. Dan zal het ook gebeuren. En dan wordt op een of andere wijze geforceerd die genezing ook tot stand gebracht. We horen nooit over mislukte genezingen. Dat wordt uit de publiciteit weggehaald. We horen nooit over tijdelijke genezingen. Dat wordt uit de publiciteit weggehaald. We horen nooit over genezingen die spontaan en echt scheppend zijn. Het woord scheppend valt in een van de genezingen van Jan Zijlstra. Een scheppende genezing is bijvoorbeeld dat iemand aan wie een been ontbreekt, aan wie een been is afgezet, een nieuw been zou krijgen. Dat soort wonderen, wat een werkelijke grote lichamelijke verandering vergt, zijn er nauwelijks, dat wil zeggen ze worden nauwelijks ook genoemd. Er is anekdotisch materiaal over. Zo hoorde ik ooit eens over het aangroeien van een been met 2 centimeter. Maar het is eigenlijk onmogelijk dat een been op die wijze plotseling weer in verschijning komt. Mensen met Down-syndroom worden niet genezen. Mensen met een ontbrekende hand worden niet genezen. Het gaat heel vaak over ziekte die met een behoorlijke psychosomatische component bij iemand bestaan. We luisteren weer eens uitgebreid naar een stuk van ruim 2 minuten, waarin we horen op welke wijze Jan Zijlstra een genezing uitvoert. Is er iemand die slecht kan horen in de rij hier? Kom eens hier, jonge dame. Beide oren? 1 oor en 1 kant blind. 1 van de oren is doof? Zo ben je geboren? Nee, dat hebben de artsen gedaan. Hebben de artsen gedaan? Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben het verkeerd teruggelegd. Ze hebben iets verkeerds gedaan. Daardoor ben je doof geworden en je kunt niet zien met dit oog. Hoe heet je? Jacqueline. Jacqueline. Mag ik iets vragen? Je hebt geen wrok in je hart. Ja. Zullen we dat aan de Heer geven? Ik weet dat het erg is wat ze je aangedaan hebben. Het lijkt me een ramp. Maar de sleutel tot genezing is dat je dat geeft aan Jezus. Heer Jezus, kom aan. Heer Jezus, zeg het maar. Jacqueline, zeg maar Heer Jezus. Het is moeilijk. Maar ik wil mijn bitterheid aan u overgeven. En ik wil vergeven wat ze me aangedaan hebben. De fouten die ze gemaakt hebben. En wilt u mij nu genadig zijn? Genees mij van bitterheid en herstel mij nu. Dochter van de Heer, hij geneest je hart.
en genees je hart. Dochter van de Heer. De Heer heeft hierop gewacht, hoor. En eigenlijk jij ook, hè. Jij hebt hier ook op gewacht. Je hebt gewacht en gewacht tot dit moment zou komen. En nu, in Jezus' naam. Datgeen wat kapot gemaakt is in dit gehoor. Dat het hersteld wordt. Dat het hersteld wordt. Dat er door een scheppend wonder vernieuwing komt in het oor. In Jezus' naam. Dat alles wat doorgesneden is, kapot gemaakt is, dat het nu door uw tedere handen teruggelegd wordt in de naam van Jezus. Wauw. In Jezus' naam. Ten eerste zit daar de medische pretentie in dat het echt gaat om iets wat kapot gemaakt is. Dat kan Jan Zijlstra niet weten. Dat wordt hem door deze jonge vrouw verteld. En die zou daar zelfs nog wel gelijk in kunnen hebben. Maar een 100% zekerheid in dat soort medische zaken bestaat er eigenlijk helemaal niet. Maar het is nodig om de nadruk te leggen op de fysieke onmogelijkheid van herstel, om er later een wonder van te maken. Het psychosomatische bestaat niet voor gebedsgenezers. In de tweede plaats kon je merken dat hij op een behendige manier een hele hoge staat van emotionele opwinding bij die vrouw oproept. Ze komt tot huilen. Er is een moment van overgave als hij haar de woorden voorlegt. Heer Jezus, neem mijn bitterheid aan. En ten derde is er dan die wending dat ze eigenlijk als het ware niet meer terug kan. Dat er een moment ontstaat dat ze nog liever de genezing faked dan dat ze toegeeft dat er niks gebeurd zou zijn. Want het is heel duidelijk dat als er niets gebeurd zou zijn, terwijl toch alles gegaan is zoals gebedsgenezer Jan Zijlstra heeft gezegd en al bevestigd is dat God een belofte heeft gegeven van genezing, dan zou dat toch een merkwaardig licht werpen op haar eigen geloof haar eigen overtuiging. Heel belangrijk om te zien dat dat element erin zit van Gods belofte en hoe belangrijk dat is. Ik laat dat ook nog even horen in een ander gedeelte. En wat heb jij? Ik heb dystrofie. Dit been? Heel de rechterkant. Kom eens dichterbij. Anders rollen we straks naar beneden. Goed. Oké. En hoe heet je? Janneke. Waar komt Janneke vandaan? Leskesgraaf. Je hebt heel wat gezien hier, Janneke. Voor het eerst. Wat voor filiaal van de Heer ben je? Hervormd, PKN. Je hebt vanavond gehoord dat God het wil doen. Hij deed het en hij wil het nog doen omdat hij het beloofd heeft. Hij heeft ook in jou beloofd. Aanvaard je dat? Daar begint het mee. Het is de wil van God, moeten we aanvaarden. Je hebt nog veel om voor te leven, zegt de Heer. Een groot gezin. En nu zien ze alleen maar een zieke moeder. Je ligt de hele dag op bed. 17 jaar. Speciaal in je been. Maar eigenlijk die hele been. Dat daar een eind aan komt aan deze kwelling. In de naam van Jezus. Oeh, halleluja. Wat was er nou weer? Je nek. Trouwens, hoe is het met die nek nu? Goed. Halleluja. Hoe is het met die rug? Wat zeg je? Dan zeg ik je in de naam van Jezus. Dat je lichaam vernieuwd wordt, hersteld wordt en genezen wordt. En de kracht van God nu door je heen stroomt. En dat God een plan heeft met jouw leven, 1. Met Bleskensgraaf, 2.
en de glorie van God verkondigd zal worden in de naam van Jezus. En de wereld zal zien dat er een levende God is. In Jezus' naam. Halleluja. En dat leven nu in deze voet komt, in het been komt. Amen. Halleluja. Hé, de pijn verlaat je lichaam. De pijn verlaat je lichaam. Kom aan. Sta op. En loop met mij in Jezus' naam. Kom aan. Hé, waar is de pijn? Amen. Halleluja. Hetzelfde patroon weer. Om te beginnen de aanvaarding van de belofte van de genezing. De genezing is de wil van God. Aanvaard je dat? Vraagt Jan Zijlstra. En ze zegt, ja, dat aanvaard ik. Dan de suggesties dat er kleine andere kwalen aan het verbeteren zijn. De suggesties van de kleine verbetering voor de nek. Hoe is het met je nek? Dat gaat nu beter. Hoe is het met je rug? Ook kleine manieren om te suggereren dat er al iets gaande is voor het been waar het uiteindelijk over gaat. Opnieuw wordt er gesuggereerd dat het een zuiver fysieke zaak is, met het gebruik van de term dystrofie. Het is heel goed mogelijk dat er verlies is van spierweefsel en dat er sprake is van aftakeling van de zenuwbanen. Maar dat verklaart de pijn nog niet geheel en al. En bovendien, als ze die pijn niet zou voelen, is er geen reden om niet te lopen. Zij heeft dat been nog en dat been functioneert nog en de zenuwen en de spieren zijn in principe nog werkzaam. Dan het derde element, de suggestie dat de pijn het lichaam verlaat, wordt rechtstreeks tegen haar gezegd. En inmiddels is ze in zo'n emotionele staat dat ik vermoed dat er zoiets als een psychologische heling, al dan niet tijdelijk, ook echt zou kunnen plaatsvinden. Ook al is het dan zo, zoals ze later zal zeggen, dat ze 17 jaar lang deze pijn gevoeld heeft en niet bij machten was om haar bed te verlaten. Het is denkbaar dat in die gecontroleerde situatie waarin Jan Zijlstra haar benadert, en met heel zijn ervaring, dat deze benadering heel goed werkt. Maar tenslotte, en dat is misschien wel het meest manipulerende van alles, wordt er gezegd dat haar genezing niet alleen maar voor haarzelf betekenis heeft, maar ook voor de plaats waar ze woont, ook voor heel Nederland, ook voor de hele wereld, want de glorie van God zal overal verkondigd worden. Wie zou nou daartegen bestand zijn en dan vervolgens zeggen, beste Jan, er is niets gebeurd, ik heb nog steeds die pijn. Het is bijna alsof je op dat moment niets anders kunt dan een genezing, een bepaalde modus van genezing aanvaarden. En dat kan zelfs heel oprecht geweest zijn. Want wie wil de glorie van God teleurstellen? En wie wil ontkennen dat een dergelijke genezing een teken zou kunnen zijn van de aanwezigheid van God in het leven? Het is dus bijna ondenkbaar dat deze vrouw op dat moment zou klagen over pijn die helemaal niet weg is, maar die ze nog steeds heeft. Er staat in de Bijbel dat de wereld je zal haten. Dus ja, als er negatieve reacties komen, dan zie je gewoon, ja, dat klopt gewoon, het staat al in de Bijbel, ze zullen je haten. En in het begin, deed het best wel veel pijn als mensen zo over je roepen en over je zeggen. Maar op een gegeven moment krijg je ook een soort van bescherming om je heen en raak het je niet meer. Ik ben gewoon bezig met de opdracht en wat mensen ervan vinden, maakt mij niet uit. En zo maakt dan de gebedsgenezer zich immuun voor kritiek van buiten. Alle kritiek op de praktijken van de gebedsgenezer berusten op haat. Ze berusten niet op inzicht of op waarneming of op het doorprikken van de valse logica of het onderkennen van de vormen van emotionele manipulatie of op het inzicht dat er zoiets bestaat als een psychosomatische aandoening. Een bepaalde geloofsuitspraak staat van tevoren dogmatisch vast. En dit alles wordt aangegrepen om een theologische pointe uit te dragen. Ja, ik denk ook in de tijd van de Heere Jezus, toen hij op aarde leefde, werden ook sommigen genezen
en een heleboel niet. En hij deed tekenen van het koninkrijk. En dit is ook een teken van het koninkrijk. Nou, wat nog volledig aan gaat breken als hij terugkomt. Ja. Dus daar zien we naar uit. Ja. Precies. Dit is even zo'n voorproefje. Laat het een bemoediging zijn dat dit nu gebeurd is. En dat we ervaren dat hij leeft. Dat het niet alleen de God is van vroeger, van de Bijbel, van het verhaal van Jona in de vis. Ja, als het voorgelezen wordt, iedereen gelooft het. En er gebeurt er nu een wonder. En dan gaan we achter ons oor krabben van ja. Ja. Maar het gaat er niet alleen maar om dat er een wonder is gebeurd. Want het verhaal zou veel onschuldiger zijn geweest als ze was genezen simpelweg op grond van de gebeden van haar omgeving. Of als ze met haar eigen gebed was beantwoord. Het kwalijke is de koppeling aan de persoon van Jan Zijlstra, die geacht wordt het kanaal te zijn waardoor hij God deze genezing uitvoert. Dat wordt verder niet aan de orde gesteld. Dat het een voorproefje van het koninkrijk zou zijn, is bovendien, want het is alleen een voorproefje, is bovendien een handige manier om de kritiek af te weren waarom niet iedereen genezen wordt langs deze weg. Waarom sommigen wel en anderen niet. Gelukkig zeggen ze dan niet dat dat afhankelijk is van het gebrek of de aanwezigheid van geloof bij degene die behandeld zijn, bij de zieken. Hier wordt gezegd dat het is maar een voorproefje en dat is de reden dat niet iedereen genezen wordt. Maar een volgend fragment maakt duidelijk dat ze continuationisten zijn. Charismatische gebedsgenezers gaan ervan uit... dat dezelfde wonderen die Jezus en de apostelen hebben gedaan ook nu nog gewoon beschikbaar zijn en door de Heilige Geest worden uitgedeeld. In de Bijbel staan natuurlijk ook vele wonderen. Het dochtertje van Jairus, noem maar op. Dat accepteren we. Dit is geloof. Ja. En hier stellen we vragen bij, terwijl dit ook een wonder is. Ja. Dat zeg ik ook vaak. Laten we er eerst eens voor danken. Ja, ja precies. Want iedereen met die vragen, het wordt steeds verwarrender. Precies, ja. En heb je geen geloof, ja, dan zou je het ook niet kunnen begrijpen. Ja. Ja. Nee, maar de discrepantie daartussen dus. Dat als christenen, nou, Gods woord nemen we voor waar aan. Gelukkig. Ja. Ja. Dat is waar. Ik belde s'nachts al een heleboel mensen op. En het eerste dat ze, echt waar? Ja, precies. Waar? Want nu geloven we dat niet meer. Ja. 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 En het leuke is dat heel veel mensen ook zich corrigeren. Oh, hoor je mij nou zeggen? Ik heb ook voor je gebeden. Ja. Want hij zei ook, het is ook bedoeld voor Bleskensgraaf en voor de rest van de wereld. Ja, daar ben ik niet nieuwsgierig naar. Midden in de Bijbel belt Bleskensgraaf, maar niet iedereen zal dat overgenomen hebben. Nee. Eén op één. Nee. En ze weten het allemaal, want we hebben huis in huis, hebben een kaartje en een bloembol aangeboden. Met de grote boodschap, God leeft, er is een genezing. Ja. Ja. Dat zaad is gezaaid. Bleskensgraaf weet dat God wonderen doet. Bleskensgraaf weet dat God wonderen doet. Maar waarom alleen maar wonderen op het podium van Jan Zijlstra? Waarom niet gewoon in de sfeer van het persoonlijke gebed? En bovendien moet de vraag gesteld worden, is het wel een wonder? Is het niet heel goed mogelijk dat het menselijk lichaam door de Heere God zo is gemaakt dat het zichzelf kan herstellen? Dat kan tijd kosten en daarbij is ook de betrokkenheid van God niet uit te sluiten, integendeel. Maar het kan ook zelfs van psychosomatische aard zijn. Het kan gaan om een depressie en de gevolgen daarvan. Het kan om allerlei sociaal-psychologische zaken gaan. Zolang dat niet onderzocht is, blijft de bewering van het wonder en het teken van het koninkrijk, en dat is hetzelfde als wat Jezus deed, eigenlijk gewoon in de lucht hangen. Het is natuurlijk een interessante kwestie. Iemand is ziek, kan daar eigenlijk in het ziekenhuis, komt ze daar niet verder mee, gaat dan naar zo'n genezingsdienst en heeft dan het idee dat ze daarna genezen is. Dat is natuurlijk heel fijn voor die persoon, laat ik dat voorop stellen. En moet je natuurlijk wel altijd de vraag stellen of er nou een wonder gebeurd is, ja of nee. En je kunt je natuurlijk afvragen, als er elke week 1000 mensen naar zo'n dienst gaan, en er is eens in de zoveel tijd iemand die het idee heeft dat ze genezen is van een ziekte die niet zo heel tastbaar is. Iemand heeft gewoon op een gegeven moment geen pijn meer. Het lichaam heeft een natuurlijk vermogen om sommige ziektes gewoon uit zichzelf te boven te komen. En dat gebeurt gewoon af en toe.
Er zijn ook mensen met dezelfde kwaal als Janneke Vlot, die naar Jan Zijlstra gegaan zijn en die niet genezen zijn. Maar is dat niet precies wat hier aan de hand is? De pijn is verdwenen en daarom kunnen de spieren weer werken. Maar dat pijn verdwijnt heeft nog niet per se te maken met een fysieke wijziging in het lichaam. Het kan ook een wijziging zijn in de psychische omgang met die pijn of een overwinning van die pijn. De mogelijkheid dat het een psychologische achtergrond heeft, wordt ook nog door een tweede arts bevestigd. Janneke Vlot, dat is een vrouw die erg blij is dat zij genezen is. En wat natuurlijk een interessante casus is. Omdat in mijn ogen daar vooral een psychische aandoening aan de hand was. En daarvan is zij genezen. Terwijl zeg maar, het verhaal eromheen, daar wordt het heel erg op de fysieke aandoening gegooid. Heeft Jan Zijlstra nou de boel bedrogen? Is het verhaal van Janneke Vlot dus ook alleen maar een schijnverhaal, een illusie, bedoeld om mensen een rat voor de ogen te draaien? Waarschijnlijk niet bewust. Nou, ik denk niet dat gebedsgenezing bedrog is in de zin van dat de genezer moedwillig mensen bedriegt. Maar het is wel bedrog in de zin van dat als er geclaimd wordt dat alle ziektes kunnen worden genezen. Want dat is niet het geval. Niet ziektes met een echt daadwerkelijk fysieke component, die worden niet genezen. Kijk, er is nog nooit iemand op een podium geweest die een been miste waarbij dat been weer aangroeit. Er is ook nog nooit een kind geweest met het syndroom van Down die op een gegeven moment niet meer het syndroom van Down had. Dus allemaal dat soort hele zichtbare afwijkingen, die genezen nooit. Het zijn altijd toch wel de wat meer psychosomatische ziektes waarvan je kunt afvragen van, in hoeverre speelt de psyche daarbij een rol. Maar het is duidelijk dat bij de wonderen van Jezus die psychosomatische rol heel vaak, niet altijd, maar heel vaak, volledig was uitgesloten. Lazarus wordt teruggehaald uit de dood na 3 dagen in het graf te zijn geweest. De blindgeborene krijgt zijn gezicht weer terug en moet ook langzamerhand leren weer te zien. Het is duidelijk dat de wonderen van Jezus onmiddellijk en volstrekt bovennatuurlijk waren, dat ze tot een blijvend herstel hebben geleid en dat ze afhankelijk zijn van scheppingsmacht en niet van een psychosomatische beïnvloeding. De reactie op deze verklaringen trouwens is vaak buitengewoon vijandig en wellicht zelfs haatdragend. Laten we daar ook nog even naar luisteren. De onzin die er omheen verteld wordt door zogenaamde deskundigen, dat vind ik schandalig. En dat soort dingen, als ze dan zeggen het zit tussen je oren, kon ze wel wurgen. Nou, je hoort het. Het kan dus niet anders zijn dan de haat van de buitenwereld en een volstrekt onbegrip van de buitenwereld in het afwijzen van deze wonderen. Het is wel opvallend dat in een documentaire die gemaakt werd over Janneke Vlot eigenlijk op een hele voorzichtige manier daarover wordt gesproken. Deskundigen zijn kritisch over het onderwerp en echt wetenschappelijk bewijs voor gebedsgenezing ontbreekt. Maar misschien zijn toch de wonderen de wereld nog niet uit. En dat kan zo zijn, maar of ze altijd verbonden zijn met de verkondiging van het evangelie is ook nog de vraag. Uit het recente nieuws nog het volgende. Het medium Jomanda heeft gisteren in het dorp Kerk-Avezaath bij Tiel flink wat bezoekers getrokken. Ook niet-christenen in een heel andere context kunnen erop bogen dat ze genezingen uitvoeren. Is dat niet op dezelfde wijze gegaan als bij Jan Zijlstra? In een andere context, zou bijna zeggen met een ander script. Maar het gebeurt ook. En in beide gevallen doen zowel Jan Zijlstra als Jomanda iets wat met elkaar te vergelijken valt. Jan Zijlstra laat de vrouw die blind is en doof is aan één kant eerst haar wrok opgeven en aan Jezus teruggeven als voorwaarde voor de genezing. In het geval van Janneke Vlot wordt er vooral gesproken over haar rol in het gezin en dat het langzamerhand nodig is dat zij haar plaats in dat gezin weer volop gaat innemen. Er is in die zin sprake van een aandacht voor de sociale situatie waarin iemand beland is en de psychologische context waarin iemand leeft.
Maar dat neemt niet weg dat voor beide geldt dat ze een psychosomatische aandoening tot op zekere hoogte kunnen genezen. Ik moet ook zeggen, ik ben heel veel genezen. Nou ja, dan ga ik een beetje bidden. En dan danken de goddelijke wereld voor veel zegeningen. En vooral in deze tijd. Veel zegeningen in deze tijd vanuit de goddelijke wereld. Over Jezus wordt hier niet gesproken. Maar wat er gebeurt is bijna hetzelfde. Het moment dat je iemand ziet die nog in leven is en waar je ruzie mee hebt, dan weet je dat de andere wereld via mediumschap op dit moment tegen jou wil zeggen: kom op, het is dus heel belangrijk om harmonie te hebben. Dus geen ruzie. We gaan voor vrede. Ik heb het al vaker mogen meemaken. Ja, het voelt gewoon altijd hartstikke goed. Een stukje liefde voel je, rust, ontspanning. Dit is Koinonia Bijbelstudie. Ja, we gaan nu even naar één enkele charismatische voorganger. En dat is pastor Van der Knaap. En ik heb 10 fragmenten voor u van pastor Van der Knaap. Om aan te duiden wat daar toch allemaal aan de hand is in de charismatische beweging. Laten we om te beginnen eens luisteren naar opnieuw de pretenties van de charismatische beweging, zoals die gedaan worden door Van der Knaap. Ik geloof dat God altijd wil zegenen. En je moet begrijpen, als God wil zegenen, is dat altijd bovennatuurlijk. Want het is een bovennatuurlijk wezen, die alleen alles wat God doet is bovennatuurlijk. Per definitie. Ik heb hier vaak al dingen over neergelegd, maar alles wat God doet is per definitie bovennatuurlijk. God heeft in eenmalig de hemel en aarde geschapen en daar heeft hij het natuurlijke in stand gebracht.
Maar sindsdien zien wij in het woord van God elk ingrijpen van God, elke gebedsverhoring, elk antwoord, elk bovennatuurlijke manifestatie. Alles wat God doet in de Bijbel is allemaal bovennatuurlijk. Dit boek is één boek, bovennatuurlijk boek, Gods handelen met de mens, bovennatuurlijk. Haal het bovennatuurlijke weg uit de Bijbel en je Donald Duck is nog dikker. Dat is allemaal wel leuk gezegd en er lijkt een kern van waarheid in te zitten. Als God bovennatuurlijk is, dan is alles wat hij doet ook bovennatuurlijk. Maar juist de Bijbel laat zien dat God in vele gevallen natuurlijke oorzaken gebruikt om deze wereld te besturen. Kijk naar de geschiedenissen van Jacob en Jozef. Er is geen sprake van bovennatuurlijk ingrijpen in het leven van Jozef. Het is alles een vorm van providentiële zorg. God heeft een voornemen dat hij ook uitvoeren kan met behulp van de menselijke motieven en fouten die er nu eenmaal zijn. Dus het is zeker niet waar dat de Bijbel zonder dat bovennatuurlijke uiteindelijk even dik is als een Donald Duck. Dat is maar een suggestie van zijn kant, gebaseerd op een redenering en niet gebaseerd op de schrift zelf. Maar het is wel het uitgangspunt voor een volgende bewering van zijn kant. Dan is alles per definitie bovennatuurlijk. En is het belangrijk dat jij en ik gewend raken aan het bovennatuurlijke en ruimte geven aan het bovennatuurlijke. En leren ruimte geven aan het bovennatuurlijke, want het bovennatuurlijke is ook eng. En er zijn ook valstrikken. Maar dat wat van God komt, moeten we leren omarmen. Ik zeg vaak, er is nepgoud omdat er ook echt goud is. Er zijn neppe gaven omdat er ook echte gaven van de geest zijn. Er zijn neppe mensen omdat er... Ja, zo simpel is het. Ook in het bovennatuurlijke. Nou, heel veel mensen ervaren nog steeds, die zijn toch ergens bang voor het bovennatuurlijke. Maar nou, eigenlijk ken je God niet dan. Eigenlijk dan ken je God niet. Want God is bovennatuurlijk. Wie ken je dan? Je kent een concept van hem uit wat letters van een boek. Kijk, dat is ook weer een aardige techniek. God is bovennatuurlijk, dus moeten wij het bovennatuurlijke omarmen. Dus moeten wij ons oefenen in het bovennatuurlijke. En wie dat niet doet, kent God niet. Die staat er buiten, die is een buitenstaander. En dan ken je alleen maar het boek. Zo wordt een begin gemaakt met wat straks dan een volgende stap zal zijn, namelijk het uitspelen van de geest tegen het woord. Kennis van het woord, inzicht in het woord, je wat laten gezeggen door het woord, komt nu te staan tegenover het omgaan met het bovennatuurlijke, de bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest, die dan in feite het woord kan gaan vervangen. Ondanks de bewering dat we geest plus woord moeten hebben, wat een verkeerde zegswijze is, want dat woord is al door de geest doorademd. Hè? Dus wie niet teksten uit de Bijbel leest, maar Gods woord leest, hè, die is al afgestemd op de golflengte van de Heilige Geest die in dat woord spreekt, heeft uiteraard wel de geest ook nodig om te verstaan wat hij leest. Maar dat is dezelfde geest die al in dat woord aanwezig is. En het gaat niet om openbaringen buiten die Bijbel om. Maar op die manier kan opnieuw een beroep worden gedaan op intuïtie en gevoel en wordt het verstand, hoewel genoemd, toch nadrukkelijk omzeild als kritische factor. Het moet als het ware wel door het verstand heen, maar het wordt niet met het verstand verstaan of kritisch beschouwd. Dat horen we in deze passage, de geest tegenover het woord. Zelfs door de prediking van het woord, ik predik woorden. Het zijn woorden. En jij ontvangt in jouw oor woorden. Maar daarachter hoop ik dat hetgeen wat ik in woorden communiceer, mijn bron geen woorden zijn, maar mijn bron bovennatuurlijk is. Dat daadwerkelijk de Heilige Geest door mij heen werkt en mijn communicatiestijl en vormen en alles wie ik ben gebruik en jij dat ontvangt vervolgens, ook moet je het ook weer bovennatuurlijk ontvangen. Als je het alleen maar met je verstand ontvangt, dan zit je zeg maar op school. En dan groei je in het natuurlijke. Maar je kan hier groeien zelfs onder de prediking, bovennatuurlijk, als je het ontvangt met jouw hart. De Heilige Geest die in jou woont, woont bovennatuurlijk in jou. Zo, eigenlijk is het van geest tot geest. Maar ik heb jouw verstand nodig. En God gebruikt mijn verstand om tot je te spreken. Dat is even in de prediking. In de profetie, daar ga ik vandaag wat meer over zeggen.
En ik ben heel blij dat er al net wat wordt vrijgezet. Maar daarin gebeuren wat andere dingen. Als we het hebben over handoplegging of genezing of bevrijding, zijn er weer andere principes boven natuurlijk. Maar ik wil vandaag even inzoomen op profetie. Maar hoe zit het dan met die verlichte ogen van het verstand? Hoe zit het dan met de nadruk bij Paulus op een wijsheid die niet van deze eeuw is, die met geestelijke woorden wordt uitgelegd? De oppositie is niet tussen woorden en de geest, maar tussen geestelijke woorden en natuurlijke woorden. De oppositie is niet tussen verstand en geest, maar tussen het natuurlijke verstand en het door de geest verlichte verstand. Door de tegenstellingen zo te maken zoals hij dat nu doet, wordt het verstand daadwerkelijk uitgeschakeld en dus ook de verlichting van het verstand die de Heilige Geest geven zal. Als het goed is, ben je gekomen om God te ervaren, toch? Daarom komen we naar zijn huis samen. Om God te voelen, te ervaren, te horen. Onze geest te verkwikken, te vernieuwen, op te bouwen. Niet alleen maar je hoofd te vullen met kennis. Zie, onderwijs is belangrijk, maar dat moet ook weer niet doorslaan. Want onderwijs vult wel je kennis en het leert je wel principes, maar als je hart nog leeg blijft. Ik ken hele intelligente mensen. Ook christelijke intelligente mensen met een leeg hart en zelfmoordneiging en gedachten. En hun hoofd is vol kennis. Ben ik eenvoudig? Weet ik weinig? Maar weet ik dat ik geliefd ben door Gods geest? Ah, waarom zegt de Bijbel, kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. Beter ken ik liefde en geef ik liefde. Weet je, het kenmerk van een christen is niet zijn hoeveelheid kennis, is zijn hoeveelheid liefde. Ja, dat is dan weer prachtig gezegd. En dat is een vrijbrief voor mensen om niet naar kennis te streven, om kennis te minachten, om alleen maar bezig te zijn met emoties. Want de liefde waar hij over spreekt, wordt ook weer vaak gereduceerd op het emotionele vlak. Het is een vrijbrief om de kennis waar Paulus over spreekt, en de leer waar Paulus over spreekt, en de schrift die Paulus zo heeft hooggeacht, in feite te verwaarlozen. En met name dat uitschakelen van het verstand maakt het nu mogelijk dat van de knaap allerlei beweringen over zichzelf en over de Bijbel en over God kan doen, die dan helemaal niet getoetst hoeven te worden. Want dat is dan alleen maar een kwestie van kennis. Zie, sommige mensen heeft God gegeven de gaaf van genezing. Ik ben niet hoogmoedig, maar ik weet, ik heb de gaaf van genezing ontvangen van de Heer. De Heer gebruikt mij voor mensen te bidden en ze worden genezen. Nou, dat is een gave. Niet iedereen heeft die gave. We gaan het zo lezen. Niet iedereen heeft die gave. Het is goed om voor zieken te bidden, dat geldt voor ons allemaal, die opdracht. Maar niet iedereen heeft de gave van genezing. En wat hij daarmee bedoelt te zeggen is dat als hij bidt voor iemand om genezing, dat die genezing ook bijna automatisch komt. Het is een hele gevaarlijke tendens in de laatste tijd dat mensen zeggen, we moeten niet bidden als u wil, of Heere God, als u wil, wilt u dan genezen, of wilt u dit doen, of wilt u dat doen. Maar dat we de Heere God als het ware bevelen kunnen geven op grond van zijn eigen belofte. Heere, u wilt die genezing schenken. Genees, Heere. Wil deze genezing tot stand brengen, maar u moet dat doen. En met die zekerheid biddend kan het dan ook gebeuren, want God vraagt dan een dergelijke houding. Volstrekte onzin. Wij spreken onze eigen wil uit en net zoals de Heer Jezus mogen we aan het eind zeggen, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er is onderscheid van die twee willen. En het is niet de bedoeling dat wij met onze interpretatie van Gods wil, als ware met zekerheid proberen tegen God te spreken, om hem op te dragen wat God dan krachtens zijn eigen belofte zou moeten doen. Hij heeft de gave van de genezing ontvangen, zijn gebed wordt altijd verhoord. Dat is de pretentie die hij hier eventjes zo tussendoor geeft. Maar gelukkig, meteen daarna geeft hij de gemeente ook iets aardigs. Want nu blijkt iedereen te moeten en te kunnen profiteren. En dat is een gave die niet op de plank kan blijven liggen. En we zullen later zien wat dat profiteren precies inhoudt. Maar luister eerst maar eens naar wat hij zegt over de alomtegenwoordigheid van de gave van profetie. En hij geeft dan gaven, een openbaring van de geest aan een ieder. Dus iedereen, God heeft al gegeven, of voor sommigen die nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest, wil hij geven aan iedereen een bovennatuurlijke gave om alle mensen tot zegen te zijn.
Oké. Hoe werkt het? Zo, er zijn aan de ene kant gaven die God aan elk bijzonder wil toedelen. Vervolgens zegt de Bijbel, laat iedereen zich streven naar profetie. Waarom? En dat legt hij vervolgens in 1 Korinthe 14 uit. Omdat profetie, zie, met de gaven van genezing kan ik één persoon zegenen, nu. Iemand heeft rugpijn, ik noem maar wat, rugklacht, ik bid, hij wordt genezen, prijs de Heer. Die persoon is heel blij. Wij zijn blij dat God die persoon heeft genezen, maar die persoon wordt gezegend. Maar profetie kan in één keer 600 mensen zegenen. Of als je in een meeting komt van 10.000, in één keer 10.000 mensen. Door diezelfde microfoon. Zo, en de Bijbel zegt, tracht uit te munten wat de gemeente het meest tot zegen is. En in het bovennatuurlijke is dat profetie. Dat is wat 1 Korinthe 14 heel duidelijk maakt. En hoe gaaf is het ook om bovennatuurlijk gebruikt te worden? Ja, hoe gaaf is het om bovennatuurlijk gebruikt te worden? Nou, dat zal inderdaad wel allemaal prachtig zijn. Waar gaat die profetie nou over? Hoe werkt nou de profetie? En wat zijn dan de boodschappen die worden doorgegeven? Waarop is Gods openbaring door middel van profeten in de gemeente nu gericht? En de grootste zegen die je kan geven is bovennatuurlijke liefde. Dat is de kracht van God geopenbaard in liefde aan iemand anders. Nou, in de Bijbel is het woord van God de hoogste, laat zien, is de hoogste vorm van profetie, van het spreken van God. Daarnaast is daar het ambt van profeet, die ook regelmatig in de dienst komen. En ik geloof voor de toekomst ook dat God aan het opwekken al reeds is hier voor de gemeente. Niet profeet alleen maar van buiten, profeten van binnen. Maar de ambt van profeet is een hele diepe aangestelde laag door God in de bediening. Het is een bediening van Christus. We hebben het vandaag over de gaven van de geest. Dus ik wil even naar een andere laag gaan vandaag. De gaven van profetie. En daaronder valt de zalving van profetie die daar gewoon soms is in een gemeente. Vaak is het tijdens de aanbidding, maar ook daarin moeten we God niet beperken. Het kan soms zelfs zijn tijdens de prediking. Dat de zalving heel sterk over iemand komt en dat je voelt die prompting, dat je voelt die aandrang om, een woord van God door te geven. Met woorden van kennis, met openbaring daarbij. Wat iemand, een andere persoon die dag daarvoor om 7 uur 's ochtends gedaan heeft. Of wat die persoon deed toen hij zijn onderbroek aantrok. Wat er iemand in zijn hoofd ging om daar een woord over te geven. Om God, zodat God genezing of bevrijding of troost of bemoediging kan geven aan iemand. Ja, veel gekker moet het natuurlijk niet worden. Dat de gave van profetie door de Heere God gebruikt wordt om iemand te laten weten wat een ander deed de vorige dag toen hij opstond of zijn onderbroek aandeed. Om daarmee te troosten en te bemoedigen enzovoorts. Denken we nou heus dat de Heere God die gave van profetie zou gebruiken om dit soort bovennatuurlijk verkregen kennis door te geven, om dan vervolgens in het openbaar van de gemeente voor die 10.000 die daar zijn, om dan te vertellen wat broeder die en die de vorige dag dacht of deed toen hij zijn onderbroek aantrok. Het is natuurlijk van een min karakter, van een trivialiteit, van een oneerbiedigheid die werkelijk je haren te bergen doet reizen. Maar ik vind dat heel gewoon. Maar het leidt tot een gigantische chaos en wanorde in een gemeente. Maar het aardige is, dat geeft hij toe en dat vindt hij juist wel mooi. Nou, ik heb gezien, mensen zijn vaak bang voor de werking van de geest. Heel veel leiders ook, die willen dat helemaal niet toe. Het is alleen maar woordjes. Ja, wij geloven hier in de werking. Het staat mooi op je geloofsbelijdenis. Wij zijn een Pinkstergemeente. Het staat mooi op je geloofsbelijdenis. Wil je het echt? Als je hier niet houdt van de werking van de Heilige Geest. Ja, wij staan daarvoor. Wij gaan daarvoor. En ik denk alleen nog maar meer en meer en meer. En natuurlijk zijn er allerlei disciplines en dingen. En zijn er ook structuren. Maar laat onze structuur niet Gods geest beperken. Zo soms gaat het wel eens wat anders dan anders. Nou en? Heel gezond is dat. Het is heel gezond. Ik ken heel veel Pinkstergemeentes. We zijn nu 20, 30, 40 jaar later. Het is gewoon traditioneel. Helemaal traditioneel. Geen werking van Gods geest. Geen leven in de tent. Het is geen leven in het huis. Het is geen bovennatuurlijk leven. Het is geen dynamiek. Weet je, als Gods geest ergens is daar dynamiek, is daar leven, is alles groen, het alles spreidt uit, het leeft, het brouwt, er is energie, er is energie van God. Weet je, als Gods geest ergens is daar dynamiek, is daar leven, is alles groen, het alles spreidt uit, het leeft, het brouwt, er is energie van God. Weet je, als Gods geest ergens is daar dynamiek, is daar leven, is alles groen, het alles spreidt uit, het leeft, het brouwt, er is energie van God. Tja. Nou ja, dat was even mijn manier om het te onderstrepen. Maar u kunt zich wel voorstellen hoe vreemd dit
overkomt, dit omhelzen van de chaos, terwijl de spreker zelf langzamerhand steeds chaotischer wordt, aan het eind van zijn verhaal als het ware zichzelf probeert te overstemmen met zijn eigen enthousiasme. Ik wil tenslotte nog iets van deze pastor laten horen en dan nog iets zeggen over het taalgebruik in de charismatische beweging. Weet je, je bent net uit bed en de kinderen, weet je, je moet eventjes focussen. Dat is logisch, daarom een zangdienst van een kwartiertje, dan kunnen we niet presence the presence of God. Dus kan je niks in een kwartiertje. Dat is gewoon het menselijke aspect. Iemand die echt geestelijk is, kan gelijk intappen, maar dat zijn helaas maar weinigen. Maar als wij zingen, moeten we leren ons bewust te worden van Gods aanwezigheid, stil te worden en dingen in ons hart die er zijn, te expressen en te spreken met hem. Nou, ik heb uitgelegd vorige keer, er is een zalving in een persoon en een zalving op een persoon. Er was een zalving in de Heer Jezus en er was een zalving op de Heer Jezus. Dat geldt ook met een gemeente zo. Er is een zalving in het huis en wij moeten leren gevoelig te worden wat de zalving van Gods geest op dat moment aan het doen is en wil doen in het huis. Op het moment dat daarin uitgestapt wordt, kan dat veranderen van naar de zalving op het huis. En dan in één keer kan Jantje en Pietje ook profiteren. Maar dat is altijd omdat een paar mensen met gaven of een paar mensen in de bediening wel zijn uitgestapt en dat vrij kunnen zetten over anderen. Maar er is een zalving in het huis en een zalving op het huis. En pas door uitstappen kan de zalving op het huis gaan werken. Ik geloof in onze jeugd. Dat zijn de nieuwe generatie apostelen. Kom aan, onze nieuwe generatie evangelisten. Zo laat ze alvast leren wennen aan de zalving in het huis, want nou komt het, en dit heb ik vorige keer ook al over gezegd, waar je onder bent, dat komt over je en gaat ook jouw ding worden. Daar ga je op een gegeven moment ook in vloeien, ook in die zalving. Laat me zeggen, wij zijn geestelijke vader en moeder van dit huis, maar de zalving die op ons leven rust is ook voor jou. Voor jou ook om daarin te vloeien, voor jou ook om daarin te bewegen. En het is zelfs breder dan dat. En je kan heel makkelijk erin tappen met de juiste hart en de juiste motivatie als je streeft daarnaar. Daar moet je naar uitstrekken. God heeft gaven en zalving voor in ieder hier klaar liggen. Alleen tap je erin. Je ziet het al 's ochtends in de worship. Sommige mensen zijn zo al met God bezig. En de andere mensen zijn bezig met de kleur van de tapijttegels. Die is al heel lang hetzelfde. Oh, jongens. Deze mensen, vandaag brengen ons zo in Gods aanwezigheid. Ja, de liederen zijn te Engels. Ja, ik ken ze niet. Ik ken ze ook niet. Maar ik zing met mijn hart en man, wat ik ervaar is... Niet stoppen, niet stoppen, niet stoppen. Toch? Het gaat allemaal hierom. En soms, als ik liederen echt niet ken en ze soms echt verschrikkelijk saai vind, begin ik gewoon in tongen te bidden. Tja, ik ga mijn tijd niet verdoen, omdat ik dat liedje helemaal erg aan een liedje. Nee, dat lijkt me wel een goede raad. Als je een liedje moet zingen waar je je aan ergert, dan ga je gewoon in tongen bidden en dan ben je dat weer kwijt. Wat hebben we allemaal voor woorden gehoord? Ja, natuurlijk... Woorden waarvan je zegt, dat hoort in normaal Nederlands niet helemaal thuis. Maar vooruit focussen, dat kun je natuurlijk best zeggen. Maar een aantal dingen zijn toch wel opvallend. Intappen. Wat is intappen? Op een of andere wijze aansluiting vinden bij iets vloeibaars wat gebeurt. Te expressen, te spreken. Nou ja, hij zal wel het Engelse woord uitdrukkingen bedoelen. Dan die zalving in en op de Heer Jezus en zalving in en op de gemeente. Voorkomen onbijbels. Ik heb geen idee waar dat op doelt. Gij hebt de zalving van de Heilige en geweet alles, zegt 1 Johannes. Dat is de enige zalving waar ik me dan verder van bewust ben. En je hebt de zalving van de zieke in Jacobus 5. Maar wat voor zalving hier nou bedoeld wordt, het is denk ik een unieke openbaring. Je bent uitgestapt, dan kan het gaan veranderen. En dat zijn dan de mensen in de bediening met name, die moeten dan uitstappen. Wat is uitstappen? De kerk verlaten, dat zal toch wel niet. Maar wel opvallend dat het die mensen in een bediening zijn. Mensen dus met een bijzondere gave, neem ik aan. Of die handoplegging van deze pastor en zijn vrouw hebben ontvangen. Als die uitstappen, dan kan er een zalving op die hele gemeente komen en dat moet dan heel erg mooi zijn. De jeugd wordt aangesproken als een generatie, de nieuwe generatie apostelen. Er wordt dus blijkbaar aangenomen dat er nog apostelen zijn. En kijk op de website
van deze pastor in Delft, Outreach Delft, dan vind je dus ook dat er iemand als apostel werkzaam is. Ja, en de dingen waar je onder staat, die komen over je heen en dat wordt dan je ding. Nou, ik heb nog nooit zulke rare prietpraat gehoord, maar het wordt zo vlot en lekker uitgesproken dat dat een soort mantra is voor deze gemeente. En dan zegt hij ook nog van zichzelf, even in de gauwigheid, wij zijn de vader en moeder van dit huis. Ik denk dat hij zichzelf dan met zijn vrouw bedoelt. Ik hoop het niet, maar misschien bedoelt hij dat. Dus die gemeente daar is een soort familie en zij spelen dan de rol van de vader en de moeder. En tenslotte weer die uitdrukking, je moet erin tappen. Nou, je moet erin trappen, denk ik, om hier nog wat mee te kunnen en erbij te kunnen horen. Het is vreselijk. Het is ook, denk ik, blasfemisch. Het is in strijd met wat de geest eigenlijk doet en hoe die werken wil. En al dat gezeur over de gaven, al dat gezeur over de Heilige Geest, niet één keer wordt Jezus aangesproken, niet één keer wordt over Jezus gesproken. Ik heb nergens kunnen horen in dat hele uur dat hij ongeveer aan het woord is, waar dit dan fragmenten van zijn geweest, dat het om de Heer Jezus te doen was, om zijn werk, om zijn liefde, om zijn instelling. Nee, het gaat allemaal over de Heilige Geest. En dat is volkomen in strijd met de rol van de Heilige Geest, die niets liever wil doen dan alles uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en het u verkondigen. Dat is wat die Heilige Geest wil, Christus groot maken onder ons. En ik zie dus absoluut niet dat dat hier gebeurt. En ja, vooral dit stukje valt mij toch altijd weer enorm op en tegen. Weet je, als Gods geest ergens is, is daar dynamiek, is daar leven, is alles groen, het alles spreidt uit, het leeft, het brouwt, er is energie van God. Het valt nog niet eens zo op als je dat op normale snelheid hoort, maar als je het dus ietsje vertraagd, zoals ik hier gedaan heb, dan hoor je eigenlijk dat dit dronken taal is. En dat kun je dan wel wat versnellen en dan klinkt het wat beter. Maar het is in feite taal van een dronkenschap. En dat is niet de dronkenschap in de Heilige Geest. Dat is dronkenschap. Dat is zo vol zijn van jezelf en van het moment dat je eigenlijk gewoon je taal maar laat gaan. En het lijkt te gaan over de energie van God, maar het gaat eigenlijk gewoon over onze aanstellerij, onze activiteiten, onze energie. Het is niet de bedoeling dat we daar intrappen. En al helemaal niet dat we daar in zouden tappen. Dit is Koinonia Bijbelstudie. Hartelijk dank. Weet je, als Gods geest ergens is, is daar dynamiek, is daar leven, is alles groen, het alles spreidt uit, het leeft, het bouwt, er is energie van God. Maar ik wil maar één ding. Kom, Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw uw kerk.